Het is gek, maar in de loop der tijd heb ik eigenlijk een heel aantal dingen verkend. Abstracties, meer figuratie, poëtische dingen. Dingen in de Blue Moon. En Blue Moon is een thema van me geweest, nog steeds af en toe. En ik ben eigenlijk, voel ik mezelf een soort rotonde met allemaal straten. En in die straten, daar zitten mijn verschillende kanten. En die verschillende kanten, die pak ik eens op als ik zin heb in dat gevoel en die atmosfeer. Dan denk ik, ja, ik heb een poëtische wereld op het ogenblik, wil ik. Dan ga ik heerlijk poëtische dingen maken die zacht zijn. En andere keer denk ik, ja, ik wil gewoon toch weer mijn heftige kant kunnen uiten. En dan pak ik een aantal doeken waar ik met sterke kleurelementen in kan werken. Ik werk nu heel veel met materie, een soort cementachtige voor ondergronden. En daar overheen zelfgeschept papier, van Gozo-papier, dat is een Japanse papiersoort. En daar overheen schilder ik, daar overheen teken ik. En dat doe ik weer met acryl en met inkt. Wat wel zo is, dat ik tegenwoordig alleen maar vanuit het wit werk. Ik heb ooit een droom gehad, zo een hele tijd geleden, maar dat ik vanuit het wit moest werken. Ik heb vroeger ook heel veel zwarte doeken gemaakt, vanuit het zwart opgebouwd. En dat heeft toen nog een jaar geduurd voordat ik begreep eigenlijk wat dat was. Toen kwam ik in Japan terecht en daar heb ik geleerd om papier te scheppen, dat is wit. En eigenlijk bedacht ik, oh shit, dat is het wit wat ik moest doen. Dus nu werk ik alleen maar vanuit het wit, met kleur, met materie, met natuurmateriaal. Inspiratie heb ik altijd. Het is voor mij altijd een beetje een merkwaardig vraag. Als iemand mij dat vraagt, eigenlijk altijd, jezus, inspiratie. Ik heb helemaal geen inspiratie. Maar heb ik ook helemaal niet nodig, want dat gaat altijd vanzelf. Ik ga staan en ik werk. Ik vind ritmiek een enorm mooi beeldelement. Een spannend beeldelement. Maar ik ben nu ook weer door grote bewegingen over het vlak. Dat fascineert me enorm. Dus zeg maar, ook weer ritmes, maar dan als bewegingen over grote vlakken. Dus vroeger had ik meer betekenis, nu blijft het meer texturen. Ik hou erg van de Colorfield Painters, Amerikaanse groep van na de oorlog. Eigenlijk een beetje de grondleggers van de moderne kunst, als Rothko en de Koning en Barnett Newman, die de grote kleurvlakken hebben gemaakt. Ik hou ook erg van de mensen die na de oorlog en net voor de oorlog bezig zijn geweest om voor het eerst krassen, vlekken, strepen zelfstandig te maken. Voor die tijd stond eigenlijk een lijn in dienst van een vorm. He, dus als ik jou ga tekenen, een tekening prachtig omtrek en zeg ik, ja hoor, dat ben ik. Maar zij hebben ervoor gezorgd dat ze een lijn gingen zetten of een kras die niks betekende. Nou, dat was een waanzinnige revolutie. En met name de Japanners hebben natuurlijk in hun cultuur altijd al die kwaststreek verbonden met een karakter. Het zijn karakters. En dat karakter zit eigenlijk ook in iedere lijn die je neerzet of iedere veeg die je geeft. Vroeger vond ik het altijd niks opdrachten maken. Maar ik vind het echt wel leuk omdat ik gewoon dan iemand de keus geef uit mijn werk. Zeg nou, kijk maar wat je mooi vindt. Alles is verkocht, dus ik heb het toch niet meer. Maar kijk eens welke wereld je interessant vindt. En als ik dan die straat inloop een keer en daaraan ga werken, dan bel ik jou als eerste als ik zo'n doek heb gemaakt. Je hoeft het niet te kopen. Het blijft ook voor mij. Ik hoef het ook niet aan jou te verkopen. Maar ik gebruik wel dit gesprek als inspiratie, zeg maar, als voedingsbodem, om daar weer mee bezig te gaan. Dus helemaal vrijblijvend gebruik ik dan die energie die dat oplevert om weer daarmee bezig te gaan. En dat vind ik leuk. Dus in die zin heb ik niet een opdracht van iemand die mijn handen leent. Maar heb ik een opdracht in de zin van, god, dat vind ik mooi. En die energie daarvan, die gebruik ik om in dat doek te stoppen en mee te werken. En dan is het weer goed.
Ik heb net een expositie in New York gehad, heb ik een maand gewerkt. Dan schilder ik de expositie ter plekke. Dan heb je de wereld om je heen waar je bent. Dus daar eent je je hele energie op. En dat gaat onmiddellijk in je werk zetten. En dat is leuk. Dan ben je eigenlijk bij de mens, bij de plek waar je dan verkeert. Ga je meteen interactie met de mensen, met de wereld aan. Ja, dat vind ik een hele interessante. Want je blijft toch helemaal in je eigen identiteit houden. En tegelijkertijd voel je je in het bad van die wereld. En ga je daarin werken. Dat is voor mij ontzettend interessant. Dus als je nou zou zeggen, is er een verschil in jouw werk? Dan merk ik, nou ja, als ik een tijd in Kathmandu heb gewerkt, daar heb ik andere dingen gemaakt dan in New York. En die intensiteit van leven en die vorm van leven, die is eigenlijk wat schilder is. Dat is kunstenaar zijn.